Vandaag gaan wij weer Skywars spelen. Oh, we gaan ervoor, jongens. We gaan ervoor. Even kijken. Yeah. Oeh, oké. Daar is iemand aan het bouwen. Ze zijn al keihard bezig daar zo. Oh, oké. Ja. Kom je naar me toe? Hallo, ah! Bro! No! Wow! In de tussentijd is er echt mega veel veranderd. Want ik was echt al een paar jaar niet meer ingelogd op CubeCraft. En ik vind het wel leuk om weer een keer terug te gaan naar het jeugdsentiment. En ik heb een golden apple. Dat is in ieder geval al een mooi item. Nou, dan gaan we even naar beneden van dit eilandje. En even kijken of wij wat meer kunnen oprapen. Zijn er nog mensen hier in de buurt te gaan vervelen? Nee, oké, zo te zien niet. Ik heb vrij spel. Wat is hier gaande? Ene keer werd mijn Minecraft weggedrukt. Dat is heel erg sketchy. Maar goed, ik vind het prima. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal best, joh. Ik weet niet zo moeilijk. Wat gaan we doen? Eien! Bro! Rustig! Ik ben een noob, oké? Okay? Laat mij. Uh-oh. Hè? Hoe kan die guy mij nu nog raken? Dit is echt heel erg gek. En ik mis de feature waar je pijlen kan pakken. Oké, dat is even tricky, guys. Deze guy. Hoezo raak je niet? Wat is dit? Oké. Ja. Come on. Oké, hij is bijna dood, denk ik. Oh nee, het is weer een golden apple. Oké. En ik heb geen pijlen meer, jongens. Er wordt een strijd aangaan. We gaan strijden hier. Met deze man. Oh nee. Oké, laat maar. Wij gaan niet strijden met deze man. Ik heb arrows nodig, jongens. Komt hij nou nog of niet? Kom je nog of wat? Wat ga je doen? Bastard. Ah. Gaat hij ook eitjes gooien? Wat ik wel grappig zou vinden, is als er nou kippen uit zouden komen. Dus dan gooi je die eieren en dan komen er allemaal kippen uit. En dan zit je hele eiland vol met kippen. Oh nee. Wat komt er nou weer van? Oh hey! Je kan pijlen nog wel oppakken, dus. Ik mis de feature waar je pijlen kan pakken. We zijn er maar met z'n drieën over, zie ik. Dat wordt spannend, jongens. Dat wordt heel spannend. Oké, kan ik hem raken? Nou ja. Jammer. Arrows komen. Ja, arrows. Kijk, dit is mooi. Dat is drie, hè? Boy. Ga even campen, jongen. Aap. Oh, hoor ik nou blokken? Hoor ik dat nou goed? Ik ben heel geconcentreerd bezig, jongens. Klein beetje hier zo en hier zo. Ah, nee. Nee. Ah. Oh, ik val me dood. Oké. Niks gezegd, dat is te laat. Oké, dames en heren, beste kijkers. We zijn weer terug in deze map, in een nieuwe map. In een explosieve map, waar het explosiegevaar heel erg hoog is. Ik heb de map Archer. Inderdaad, die heb ik geunlocked. Ik was helemaal vergeten dat ik hem had. En moet je even kijken hoe lang geleden. 1850 dagen geleden. Dat is echt zo freaking lang geleden. En er is zoveel veranderd in die tijd. Echt waar. Mega veel. Maar without further ado, laten wij gewoon lekker in deze map jumpen. En we gewoon weer lekker doorgaan. Oké, TNT erbij. Wat is dit? Oké, oh wacht. Dit is ook handig. Hey! En een bucket. Kom hier. En water. Die guy heeft een crossbow. Dat is een linker guy. Dat is echt een linker guy. Wanneer ze een crossbow hebben, oh frick, weet je gewoon dat het... Nee, moet oppassen. Ja, dat is gewoon een ding.
Jos Boos zijn niet echt een beetje dolle, toch? Oh, de pijlen vliegen me hier om de oren, guys. Ah! Kijk hem. Ja. Ah! Hoppa! Wow, we zijn nog maar met z'n drieën over hier zo. Dit is, dit gaat lekker. Nou, we gaan even hier naar beneden. En dan gaan we weer naar boven. Omhoog en omlaag en van links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Alle kanten. Zijn die guys nou invisible? Wat is dit? Huh? Hoe kunnen die guys nou invisible zijn? Wat is dit? Ik snap dit niet, jongens. Ik snap dit echt niet. Hoe werkt dit? En zal dit TNT opblazen? Zal dit een ignition geven? Of moet ik maar dit blokje erbij? Ja. Waarom zijn ze invisible? Hoe kunnen ze invisible zijn? Dit is hekserij. Dit is hekserij. Dit klopt niet, jongens. Nee. Niet eten. Ah! Ik ga even hierheen. Ik vertrouw dit niet. Waarom zijn die guys invisible? Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Zijn het hackers? Want ik zie het vaker voorbij komen. Dat die dudes gewoon invisible zijn. Is het misschien iets wat je aan kan zetten? Is het iets wat je uit kan zetten? Is het iets waar je weer voor moet betalen? Wat is het? Want ik wil het weten. Dit is heel gek. En wat gebeurt hier allemaal? Ik zie geen mensen. Ik zie alleen maar kisten open en die gaan. Het spookt hier. Het spookt hier gewoon gigantisch. What the hell? Wat hoor ik nou? Dit is echt... Wat? Ja, maar... Ik zag hier helemaal niemand. Het spookte hier. Het was invisible. En ik viel naar beneden. Nou, dat deed ik zelf. Maar, guys. Wat is dit?